De naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Vrolijk kerstfeest allemaal. Lang geleden in een klein stadje genaamd Nazareth woonde een lieve vrouw genaamd Maria. Op een dag verscheen engel Gabriel voor haar. Engel Gabriel vertelde aan haar dat ze een bijzondere kindje zou krijgen, de Zoon van God. Ze was verrast en gelukkig. Samen met haar man, Jozef, reisde Maria naar Bethlehem, waar ze een eenvoudige stal heeft verbleven omdat er geen plaats was in een herberg. Daar, in een stille nacht, werd baby Jezus geboren. Het was een magische moment. De sterren schenen helder en er was vrede op aarde. In de buurt van Bethlehem waren herders die 's nachts hun kudde schapen hoeden. Plotseling verscheen een stralende engel die hen vertelde over de geboorte van Jezus. De herders waren verbaasd en opgewond. Ze besloten om naar de stal te gaan om Jezus te bezoeken. Ook wij uit het oosten zagen schitterende sterren aan de hemel. Ze volgden de sterren en brachten geschenken mee voor de pasgeboren koning. Toen ze bij de stal aankwamen, waren ze vervuld van vreugde. En zo werd Jezus, de redder, geboren in nederigheid en vrede. Het verhaal van zijn geboorte herinnert ons aan dat kersttijd gevuld is met liefde, vriendelijkheid en het delen van vreugde met anderen. Oh, shit, oh, shit.